De Eindhovense VVD is bang voor het verval van Eindhoven als zwemstad. Jarenlang is geïnvesteerd in faciliteiten zoals het Pieter van der Hogeband zwemstadion. Maar nu topzwemmers vertrekken, is de VVD bang dat de reputatie van Eindhoven als zwemstad wordt aangetast. Wendy van der Zanden, Monique Nijhuis en Femke Heemskerk vertrokken al uit Eindhoven. Ze gingen naar het buitenland ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Brazilië van 2016. Renomi Kromowidjojo traint nog wel in Eindhoven. Zij bereidt zich hiervoor op Rio de Janeiro.